We moeten het over de landskampioen hebben. Er is al veel gezegd en geschreven over Club Brugge de voorbije weken toen wij nog allemaal op verlof waren in de Caraïben, hè, Philippe, met onze tweetjes. maar hoe evalueer jij hun start? Wesley, jij was er gisteren bijvoorbeeld in Kortrijk. Wat moeten we er nu van maken? 10 ja, op 15. Heel goed begonnen gisteren. En ik dacht van ja, wauw. Na vorige week demonstratie op Leuven. Ja. Leuven werkte wel een beetje mee, vond ik. Op een gegeven moment. Ja. Maar gisteren ook weer goed begonnen. Ja, Jutgla, ik vind dat die jongen heeft wel iets. En dan op een gegeven moment, dan denk je, het wordt 1-1 en dan wordt het 2-1. In de tweede helft zie je, of heb je het gevoel als buitenstaander, dat Kortrijk gaat een doelpunt maken. Maar dan zijn er toch altijd jongens met een flits die het verschil kunnen maken. Schoof Olsen zat de eerste helft goed in de wedstrijd, maar dan zo wat weg Deemster, maar met heel de ploeg, vond ik. Maar ik blijf erbij. Ik heb dat al dikwijls gezegd. Ze moeten die transfer deadline 31 juli maken. En dan als hoofdcoach dat soort problemen die er nu allemaal zijn, tot en met wat is, 5, 6 september. Ja, dan heb je niet meer. Dan heb je niet meer. Want je ziet wat er gisteren ook gebeurd is met Noah Lang en dergelijke. Daar vond ik gisteren de coach van KV Mechelen top in. Ja. Dat hij dat zei, van als die Schvet niet wilt, dan pak ik wel een jonge gast. Chapeau, maar bij dat soort clubs is dat wat moeilijker, hè? Na een beetje kapitaal. Moeilijker om iemand van 20 miljoen Wat ik wel raar vind, eerlijk, hè, dat is dan Noah Lang. Ineens is het, omdat hij 4 tot 6 weken oud is, ja, gaat hij niet verkocht. Ja, nee, als je hem echt wil, ja, dat is geen kruisband. Hè, dit, als je hem echt wil, dan had je hem al gepakt. Dan was hij geweest. Nog, hè. Voilà, dat bedoel ik. Dus ik lees dat nu over. We spelen die 4 weken. Natuurlijk, die eerste 4 weken. Wat maakt dat nu uit? Wat is het, een enkel? Zeker met dat WK dat er tussen zit, waardoor je nou toch nog een extra. En 500.000 euro korting. Minder. 10% korting. Dat denk ik ook. Zeg, de elephant in the room of in the stadium gisteren, Hans van Aken. Gert, wat moet hij doen? Oh, dat moeten wij niet beslissen. Hè. Dat moet alleen ik denk dat hij graag wil. Maar hij wil, ja, dat is wel, die situatie is wel duidelijk. Ja. Dat hij goed is. Alleen is dat heel moeilijk voor hem om dat uit te spreken voor een camera. Hè. Omdat je weet dat die supporters allemaal ongelooflijk graag zouden hebben dat hij blijft. En dan is dat moeilijk om expliciet te zeggen. Omdat hij in zijn interview na de match, het was een goed interview, hij zegt daar allemaal heel fatsoenlijk, maar echt uitspreken van ik wil weg bij Club Brugge, ja, dat zegt hij niet natuurlijk. Hè. Omdat dat moeilijk is, dat die sporters dat allemaal doen voor u, om dat over uw lippen te krijgen, dat is moeilijk. Maar ja, ik denk wel dat de situatie zo is dat hij wel graag zou gaan. En ik snap dat ook wel. Hè. Ja, het is een mooie actie, een mooie tifo, maar is dat dan op een manier ook een beetje raar voor Hans van Aken? Ik las ergens emotionele chantage, omdat hij wil graag weg, maar ja, als iedereen zo hard aan je mouw trekt, of is het gewoon een spelletje support te spelen? Je hebt ook met Ipswich heel kort gestaan, niet? Flirt. Maar was het ook niet rond die leeftijd, 30 jaar of zoiets? Ja, 30 jaar. Dus ja, en wat je daar effectief naartoe? Want dat is probleem is, en dat is met Hans ook, eigenlijk de marktwaarde, hè, of wat nu een andere ploeg daar nog voor zou betalen. Hè, is nu of niet. Die waarde is eigenlijk minder dan de waarde die dat hij heeft voor Club Brugge, snap je? En dat was bij mij ook wel zo. Hetgeen dat, wat gingen ze nog geven met? Pas op, 3 miljoen euro in die tijd, voor 31. Dan komen ze nu, kan je betalen, gewoon een kan je afleggen. Maar eigenlijk was op dat moment zeiden ook voor Club Brugge wel meer waard dan dat. Hè? Dus dat je bedoelt, met 3 miljoen haal je geen vervanger. Dus ik denk ook wel, als ze hem echt willen, gaan ze toch ook wel dieper moeten tasten dan 10. Ik zou wel die telefoongesprekken tussen Moyes en Van Aken die ze willen horen. Met de onverstaanbare schot. Allee, je bent al zoveel keer kampioen geworden. Je hebt al schoon de Champions League gespeeld met de club. Je hebt al 10 keer in de bus gezeten naar Charleroi. Dat is al erger dan Reupen. Dat snap ik allemaal wel. Dat je dat toch denkt van ja. Wie heeft die tyfo? Dat vraag ik me wel af. Wat je wel moet zeggen, het is het gevoel van die supporters. Ja. Maar dat is toch de club die daarvoor heeft gezorgd. Dat was gisteren mooi. Maar ik vind dat complottheorie? Nee, dat is geen complot. Dat is de club die denkt van... Dat is nog eens een bewijs dat ze hem willen houden. Mm-hmm. Maar dat is toch... Dat is zo... Dat is niet 7 man die een geweldig spandoek omhoog houden van Hans, wil je blijven? Ergens dat is wel ambitieus mooi. Als speler zijn, dan is dat toch weg. Alleen als ik nu in zijn optiek, wat Gert net zei, al wat je mee... Ben je blij dat je naar Ajax bent gegaan? Absoluut. Ja? In geen 100 jaar zou ik dat willen ruilen voor iets. Ik had er nog veel langer moeten blijven. Dat is iets helemaal anders. Maar dat heeft dan te maken met omgeving. Met mensen die je
die je willen komen wegpikken omdat je de tweede seizoen zelf bijvoorbeeld minder speelt. Wat bij Hans misschien ook kan gebeuren, omdat je daar veel meer concurrentie hebt. Maar je moet soms geduldig zijn, maar ja. Was jij ontevreden dat je niet naar Ipswich bent gegaan? Achteraf bekijken? Had je het graag gedaan? Dat duurt een week of twee weken, dat je teleurgesteld bent. Nee, maar als je terug kijkt. Nee, omdat had je graag in de Premier League gespeeld? Dat moet je vragen. Ja, maar had ook maar één jaar geweest, want die zijn eruit gevallen. Ja. Ah, nee, maar dat kan met West Ham ook gebeuren. Ja, ja. Ja, ze hadden ook al vijf speeldagen. Wacht nog twee speeldagen. Ja, die zijn niet goed begonnen. Goed, ik moet nog voor de bühne zeggen, het is rond met Dedrick Boyata. Maar ik denk dat iedereen die aan het kijken is, dat ondertussen wel al meegekregen heeft. Dus de Rode Duiven komt in de Jupiler Pro League voetballen. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like achterlaten mag altijd. Volgen kan hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT nu of klik hier.